ben mij gekozen. Ik weet dat dit met scampi's is, denk ik, of met vis vooraan. Soep van vergeten groenten, dus ik veronderstel dat we alleen maar water gaan krijgen, want de groenten zijn ze vergeten. En als ik me dan goed herinner, is het dan nog een varkensausje met peperopensausje en ratijnpapatjes. Ik weet niet dat ik zus ben. En dan nog een dessertje. Ik heb niet veel tijd gehad, dus het is maar iets simpels deze jaar. Sorry daarvoor. In ieder geval, de keuken is klaar en ik zou voorstellen dat we er gaan beginnen en smakelijk eten in. Dat is al iets dat gelukt is, hè? De rest dat weet ik nog niet. We hebben een jaar geleden ongeveer iemand vergeten te huldigen. Je weet wel eens een vraag iemand dat iemand een keer in de bloemetjes wil zetten om iets dat ze gedaan hebben. Hè? Zoals Zwak een keer hebben we een keer gehuldigd, omdat we toch altijd content zijn dat hij dus een grote groep meebrengt. En we zijn altijd content dat wij al die mensen talrijk mogen ontvangen. Niet te misverstaan. De andere mensen zien we even graag komen. Hè. We hebben dan een keer iemand die de bloemetjes gezet omdat hij zoveel jaar voorzitter ad interim was. Jos. van alle redenen. En nu, ja, wisten we het eigenlijk zo niet goed. En Ida zei, ja, we zijn eigenlijk wel iemand vergeten die dat was 40 jaar lid. Ze hoei. Ja, en die betekent eigenlijk ook wel veel voor de club. Ik ga heel veel naar de huilbeurzen, ik ga heel veel naar de toestellingen. En ook al een jurylid geweest voor bepaalde verzamelingen. En ik denk dat het al van een theewaard van vult over wie ik het heb. Daarbij, Paul, wil ik u van harte feliciteren. En wil ik u vragen om eens even tot 10 te komen. Het is niet veel, maar ik hoop dat jij en Lydia er zeker kunt van genieten. Dus ik stel voor, Lydia en Paul, dat jullie ze meedoen. Dat is toch goed geregeld. 43. Dus je pakt ook nog mee? Ja, ja, dat is juist. Ah, ja. Dan kapot ze dan maar bij u en dan gaan we een nieuwe nummer op. Nee, dat is een buurvrouw, hè? Dat is een buurvrouw, Marcel. Hier is een partijen, Jos. Dat is een beetje een super geweest. 63. Dat is ook in de gebeuren, hè? 63. Voilà. Het nummer 37. Ida, ze gaat een telefoon naast. En geniet van nog een prettige namiddag. En tot volgend jaar. Oké, zeker. We zijn hier om ons te amuseren en we gaan een beetje rustig invliegen met Engel. Dat een engel de wolken bestaat. Je kunt hem niet zien als die zacht in de steden je blaast. Ik weet niet hoe kan zo'n engel de wolken op je leg. Ik kan het weten, ik ben jezelf eens doorgerond.
glories of the year. Blue, omdat ik nog zo van je hou. Overlaatst was mijn kameraad bij mij thuis geweest en hij zegt tegen mij zo, Danny, zegt hem, nu heb ik iets meegemaakt. Ik ben met een vrouw naar bed geweest, zegt hem, nog nooit niet meegemaakt. Die had een licorie zitten, zoals een augurk. En ik dacht in mijn eigen, allee, wat zegt die nu? En ik zeg zo, jongen, zo lang. Nee, zo zuur, zegt hij. Alsjeblieft. En daar staat zo een jongetje met een heel mooi nieuw fietsje. En ik ga naar dat jongetje en ik zeg zo, jongetje, je hebt zo'n mooie fiets. Ja, ja, meneer, zegt hij. Ik heb die van Sint-Niklaas gekregen. Ik zeg, amai. Komt daar in één keer zo een poliste paard af. Kennen dat van die mannen met zo'n hele lange stok, zo heel vreed, heel hoog. Zijn er hier trouwens politiemensen in de zaal? Ja? Oei, dan moet ik zien wat ik zeg. Allee, luister, vanaf nu ga ik politie zeggen in plaats van flik, is dat goed? Ja. En daarom, dan komt dat zo'n politieman op zijn paard en die stopt. Hè, die stopt. En die draait hetzelfde zoals ik. Alweer jongetje, je hebt zo'n mooie fiets. Ah ja, ik heb dat gekregen van Sint-Niklaas. Ah wel, zegt die politie paard. Dan moet je in het vervolg tegen Sint-Niklaas eens zeggen dat hij met een achterlicht opzet. Ja, zegt hij, jongen, dat zal ik doen. Maar meneer de police, heb jij dat paard ook gekregen van Sint-Niklaas? En die police, zo 4 jaar, zegt hij, ik heb dat ook gekregen. Ah wel, dan moet jij zeggen tegen Sint-Niklaas dat de lul in het vervolg er van onder op hangt in plaats van boven. Alsjeblieft. Yeah.
Die kwam weer aan jou alleen.
vliegen. Ja, maar dat zijn de messenvechters. Ja, maar. Ah nee, dat is de Siciliaan. Ja, ja. Ah, ik moet wel erbij zeggen, het zijn wel moeilijke mensen om ons Vlaming mee te leiden. Het is een eiland, hè? In Spanje, ik ben daar mijn hartje verloren. Als ik in Spanje ben, dan zijn het de Vlamingen die me proberen te bedriegen. Ja, nu allemaal meenemen naar Spanje, is dat goed? Heel 7 weken. Do 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 do
Zit bij jullie. Het mooie woord van neuken. 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 Poepen. Dat is een land. Vogelen. Ja. Vogelen. Oh, dat zijn wel dialecten, hè? En wat denk je? Naaien. Vogelen. Piemelen. Dat is ook leuk van woorden. Maar weet je wat het mooie woord van neuken is? Een vlinderdasje. Maar een leuke jas! Ja, ja, dat is het. Wat heb je niet bijgeleerd? Sukkelseks. Dat is een man. Zonder.